Zaken doen met wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, Samsung Mobile en Otto Workforce. Bij BNR worden zaken gedaan. BNR. Zaken doen met. Online shoppen wordt al maar populairder. Europeanen kochten dit jaar al voor ruim 300 miljard euro aan spulletjes via het internet. Mooie groeicijfers voor de online ondernemers dus, die met het juiste product en een uitgekiende strategie een prima boterham verdienen. Zaken doen met Frits Hoefnagel. Vanuit restaurant De Boothouse in Almere is bij mij te gast Sander Berendsen. Hij is van de sbsupply.nl en ook aangeschoven Edwin de Jong van fietsuniek.nl. Aan tafel nog steeds Olivier van Duin van Marktplaats en Maurits Kaptein van het boek Digitale Verleiding. Edwin, toen je 17 was, toen kocht je een nieuwe fiets. Ik kocht een nieuwe fiets, ja. En die kostte 300 euro. Dat kostte 300 euro. Tenminste, bij de groothandel. Als je die fiets bij de fysieke winkels halen, zou die veel duurder kosten. Ik zag daardoor een verschil qua overheidskosten. Dus het verschil tussen fysiek en groothandel. En er zat zoveel overheidskosten tussen. En ik ben ondernemer, ik wil kansen pakken zodra ze zich voordoen. Dus ik heb mijn concept zo op ingespeeld dat er weinig overheidskosten komen en daardoor de fietsen goedkoop kan aanbieden. Dus dat is mijn concept. Ja. Maar nou, is het niet zo dat iedereen die een fiets koopt van 300 euro... Die dan daarna denkt van, hey, dat moet wel goedkoper kunnen. Weet je wat, ik begin een webwinkel. Nee, dat klopt inderdaad. Waarom jij wel? Dat klopt inderdaad. Kijk, ik ben ondernemer, dat zit gewoon in mijn bloed. En ik zag dat er een kans was op de markt. Ik begon al met een webshop. Waarom? Ik verkocht spullen bij mijn vader op de markt. Ik moest weer naar school en de garage stond vol met handel. Ik moest het ergens kwijt en dat was dus Marktplaats waar ik het verkocht. Zo kwam ik op het internet uit. En van Marktplaats wordt het een webshop met linken vanuit Marktplaats naar mijn webshop toe. Maar op een gegeven moment, heb je zo'n groot assortiment en het liep. Maar ik zag dat er een kans was in de fietsenbranche, omdat ik zag dat er veel overheidskosten waren. Nou, dat kun je wel zeggen, want je hebt er dit jaar 10.000 verkocht. Ja, ik denk... 10.000 fietsen heb jij verkocht. Ja, het is heel hard gegaan. Ik ben eerst hobbymatig, dus ik kwam thuis van school en dan verkocht ik een fietsje. Vond ik helemaal leuk. Alleen de handel liep gewoon. Er was vraag naar, nog steeds. En het is toenemend. En ik heb de switch gemaakt van voltijds gewoon naar deeltijd, omdat ik het gewoon niet aankon qua bestellingen. Ja, maar wat is dan jouw succes? Mijn succes, dat zijn meerdere factoren. Waarom? Kijk, de overheidskosten, die bespaar ik. Ik geef dat niet... Doen meer mensen online. Ja, ik geef dat terug aan de klant. Dus dat betekent dat je fietsen gewoon zeer scherp geprijsd zijn. Wordt die goedkoper zijn. Van? Dat die goedkoper zijn. Dat is de prijs? Ja, absoluut. Snelle levering. En nog weet ik zeker dat niet iedereen 10.000 fietsen weet te verkopen. Nee, klopt. Ik denk dus dat... er moet nog iets anders zijn. Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat het ook wel eens persoonlijke service mensen persoonlijk te woord staan. En ik weet zeker als nummer 11 een fiets bestelt die zijn tevreden, dat over een paar weken nummer 13 ook komt. Waarom? Omdat ze gewoon tevreden zijn en een tevreden klant komt terug. Ja. En wat misschien een beetje meehelpt, is dat het is crisis, dus mensen kopen eerder een fiets dan een auto. Ja, ik heb eerder in een interview gezegd van, ik weet niet beter dat het crisis is. Ik ben nu 2 jaar bezig met ondernemerschap en dat was de tijd voor mij dat ik begonnen ben. Ik kan niet vergelijken met 10 jaar geleden, dat kan ik niet. Dus dit is mijn realiteit. Misschien vaar ik wel bij de crisis, misschien zijn mensen nu ook bewuster qua prijs en bestellen ze ook online omdat de prijs goedkoop is. En misschien lift ik daar wel in mee, maar dit misschien is mijn realiteit. Misschien ben jij wel de enige hier aan tafel die hoopt dat die crisis nog heel lang duurt. Ja, misschien wel, maar ja. Sander, jij bent ook heel jong al begonnen, hè? Je verkoopt in je webshop gadgets van Apple. Klopt, ja. Nou denk ik, Apple, dat is nou bij uitstek zo'n merk waar je veel te veel voor betaalt omdat er zo'n appeltje op staat. Ja, en dat is eigenlijk het begin ook geweest van de webshop. Hoe kan dat anders? Apple heb je, maar er zijn heel veel accessoires ook van derde merken. En die zijn net zo goed, soms nog zelfs beter. En daar ben ik ooit 2 jaar geleden mee begonnen. Toen ik 16 was. En dat loopt ook wel als een speer. Ja, zeker. Dat loopt ook goed. En dat met name ook omdat het assortiment is breed. We bieden veel. Van bloeddrukmeter voor de iPhone tot diabetici. Meten voor glucose. Voor diabetici. Ja. Je kan ontzettend veel doen met gadgets. Maar ook bij jou geldt natuurlijk. Er zijn
meer webshops die dit soort gadgets van Apple de concurrentie verkopen. Is moordend. Ja, alleen, en waarom lukt het jou dan wel? Ja, je moet gaan differentiëren. Hè. Je moet je service gaan onderscheiden. Waarom koopt men bij mij in plaats van een bol.com of zo? Nou, een bol.com is niet dedicated aan Apple. Dat ben ik wel. Dus we hebben heel specifiek alles Apple gerelateerd. Dus we weten ontzettend veel van Apple af. We hebben alle gadgets. De service is zo goed als mogelijk. Ik heb me laten vertellen dat op sbsupply.nl... Hè, dus dat staat voor Sander Berendsen. Supply. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat mensen denken, waar komt die SB nou weer vandaan? Ja, dat weet ik, ja. Dat jij meer gadgets beschikbaar hebt dan op jouw site dan Apple in de stores? Ja. Nou, dat kan niet. Ja, nou, we hebben... Ik doe even het Ben van de Burger nu. Dat kan niet. Nou, het kan wel. We proberen zoveel mogelijk aan te bieden. Sommige ketjes zijn alleen maar van ons. Te kopen in de Benelux. En daarnaast hebben we ook gewoon een eigen merk. Dat wij ook alleen maar verkopen. En dat het gewoon in China voor ons had gemaakt. Hey Sander, zoals jij en Edwin praten heel erg over product en service. Ja. En hoe zit het met jullie marketing? Wat doen jullie speciaal wat misschien anderen niet doen? Marketing is natuurlijk belangrijk. Want het belangrijkste in een webshop is verkeer genereren, hè, naar die site. Hoe doe je dat? Wat zo net ook al werd besproken. SEO is natuurlijk heel belangrijk. Doe het goed organisch. Daarnaast AdWords, AdMarkt van Marktplaats om verkeer te genereren. Dat is allemaal belangrijk voor een webwinkelier. En dat is bij heel veel webwinkeliers hetzelfde. Ik denk bij Edwin ook wel. Ja, maar eventjes. Want dat is hartstikke leuk dat ze je site bezoeken. Maar waar Maurits nou juist dat boek over heeft geschreven is van hoe zorg je dat een bezoeker ook een klant wordt. Ja, dat is heel belangrijk. En dat is dus vertrouwen uitstralen. Wij zijn aangesloten bijvoorbeeld de thuiswinkel Waarborg. Dus de rechten zijn gewaarborgd. De klant krijgt altijd zijn product. Dat is bij sommige dubieuze webshops, want er is gewoon een wildgroei momenteel van webshops. Ja, is dat wel betrouwbaar? Is deze webshop betrouwbaar? Krijg ik morgen mijn product? Is de garantie gewaarborgd? Dat is momenteel belangrijk. Edwin, hoeveel van jouw bezoekers worden ook klant? Ongeveer 2% die plaatst een bestelling. Dus 2 op de 100 bezoekers die doet daadwerkelijk een aankoop. En dat komt voornamelijk omdat wij gewoon doelgericht adverteren. Kijk, je kan een advertentie plaatsen in een of ander magazine, is leuk. Nee, wat wij doen is gewoon puur richten op de bezoeker die een product van ons wil. Als mensen een Omafiets 28 in zwart komen, dan zoeken ze daar op Google op en dan komen ze bij Fiets Uniek terecht. Het is niet zo dat wij in een of ander moederblijk staan met een assortiment fietsen. Nee, wij adverteren doelgericht, waardoor ons conversiepercentage hoog wordt en daardoor relatief een hoog aankooppercentage hebben op de bezoekersaantallen. Ja, Maurits, een fietswinkel, een shop voor Apple gadgets. Kunnen zij de tips uit jouw boek, kunnen ze die één op één toepassen? Of zeg je dat doen ze eigenlijk al? Nou, voor een deel doen ze dat al. Dus ik denk dat ze voor een deel al de juiste mensen trekken en daar goed in zijn. En voor de fietswinkel, ik denk dat die voor een deel vooral trekt op basis van het feit dat mensen, of dat ze heel goedkoop zijn. Dus ze hebben één bepaalde strategie, of eigenlijk één bepaald argument wat ze gebruikt om uiteindelijk de producten te verkopen. Maar wat je ziet is dat een heleboel van de eigenlijk psychologische redenen waarom mensen dingen kopen, inderdaad, is dat het vertrouwen waar net al even over werd gesproken, of dat andere mensen iets kopen, of dat je ooit al hebt gezegd dat je iets in de toekomst gaat kopen. Al dat soort strategieën, die werken voor een heleboel verschillende producten. Je ziet diezelfde dingen terug op reiswebsites, op boekenwebsites, op fietsenwebsites. Dus ik denk dat je een begrip van waarom maken mensen beslissingen en hoe kan ik steeds beter iedere individuele klant aanspreken op de manier die uiteindelijk voor hem of haar werkt, dat je dat over allerlei productgroepen heen kan gebruiken. Ja, Sander, herken je dat individueel aanspreken? Jazeker. Daardoor bijvoorbeeld de nieuwsbrief die wij eruit sturen. Dat vinden klanten ook, die willen zelf op de hoogte blijven. Die hebben eenmalig een bestelling geplaatst en denken, nou, alles maar is goed. Maar hoe ziet die er dan uit? Want meestal heb ik zo'n nieuwsbrief, dan is 90% van het nieuws wat er in een nieuwsbrief staat, dat is niet voor mij. Ja, natuurlijk. Een nieuwsbrief is ook sales gerelateerd. Alleen wij proberen daar ook weer unieke content in te zetten. Nieuws. Wat is er momenteel een hype in Apple? We proberen de klant, de klant die gadget gevoelig is, die proberen we daar eigenlijk in te verleiden weer. Ja, die behoefte te voldoen. Hè? De behoefte naar de nieuwste gadgets te hebben, die proberen wij door het middel van die nieuwsbrief te voldoen. Ja,
Nou heb jij natuurlijk ook wel een product waar de mensen die daar dan idioot van zijn, die zijn ook meteen helemaal knetter. Wat idioot dan. Precies, die willen het gewoon als eerste hebben. Nee, ja, als ik al zie dat er hele rijen voor een winkel staan. Ja, het is iets in het hoofd. Iedereen wil zo hard mogelijk. En als jij als eerste... Heb jij dat dan zelf ook vereenzelvigd jezelf met die consument? Natuurlijk, ik probeer daar in mee te gaan. Ik zie dat ze idioot zijn en daar speel ik lekker op in. Ja, natuurlijk. Ik probeer daarop in te spelen. Dat is natuurlijk... De business op zich. Ja. En Edwin, ben je een fietsfanaat? Nee, absoluut niet. Je verkoopt ze. Ja, inderdaad. Het is in principe wel zo. Kijk, ik had net zo goed matrassen kunnen verkopen, want dat is de markt. En ik zag kansen in de fietsen. Kijk, het is wel leuk. Vroeger kreeg ik een telefoontje van klanten die zeiden van ja, ik ben naar een fietsenwinkel geweest en ik zoek deze fiets. Maar ik denk zelf dat die markt gaat verschuiven. Waarom? Ik denk dat mensen nu eerst op internet gaan zoeken. Kijk, als je naar een pretpark wilt en je wilt de openingstijden weten, dan ga je op Google zoeken. Openingstijden dan het pretpark. Ik denk zelf dat het nu ook verandert met de online aankopen. Waarom? Mensen zoeken eerst op Google wat ze willen. En dan maken ze de keuze, ga ik naar de fysieke winkel. Dan gaan ze dus, komen ze via Google uit op de fysieke winkel, maar voornamelijk op de internetwinkels. En er zit een heel groot verschil tussen de fysieke winkels en de internetwinkels. Waarom? Kijk, stel je neemt de fietsenwinkel bij mij in het dorp in Hillegom. Kijk, die mensen die hebben verstand van het product zelf en die weten de mensen naar binnen in de winkel te trekken. Maar online is dat heel anders. Je moet doelgericht vindbaar zijn en dat is heel belangrijk. Dus je hebt geen directe band met je product nodig, maar je moet je bezoekers weten te bereiken. Oké, zometeen praten we verder over de valkuilen die je als relatief onervaren internetondernemer tegenkomt. Want wat doe je bijvoorbeeld als je product niet wordt afgeleverd? Maar, geloof het of niet, er valt nog steeds geld te verdienen in Griekenland. Als je het goed doet, zelfs een 500 miljoen. Kan uw medewerker zijn talent kwijt in zijn werk? Of laat hij het grotendeels liggen? Beluister het gesprek tussen Jos de Blok van Buurtzorg Nederland en Ella Groenendijk van DSM Sinochem Pharmaceuticals. Door het anders te organiseren kun je de indirecte kosten enorm naar beneden brengen. En je kan tegelijkertijd de werkbeleving ontzettend verbeteren. Als je jezelf eigenaar voelt, dan ben je creatiever, dan voel je meer verantwoordelijk. Bekijk het hele gesprek en de tips over duurzame inzetbaarheid op duurzameinzetbaarheid.nl. Verras ook je personeel of zakenrelaties met een fashion check. Want in dat kleine pakje kan een hele nieuwe outfit zitten. Het leukste kerstcadeau om te geven en te krijgen is een fashion check. Nu ook verkrijgbaar bij Staples Office Center. Wat zijn major donors? En waarom zijn ze zo ongelooflijk belangrijk voor goede doelenorganisaties? Lees de profielen in de kersteditie van FD Persoonlijk. Met René Grotenhuis, directeur van CoreDate, Marian Verasdonk, directeur van de Maag-Lever-Darmstichting, Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting en Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds. Het leukste kerstcadeau om te geven en te krijgen is een Fashion Check. Fashion Check is nu ook te besteden bij Miss Etam en Man at Work. Vindt u dat u de directeur van uw bank rechtstreeks zou moeten kunnen bellen? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam. Hof Horneman is de naam. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. John van Heugel was de gast in de Friday Move. Dus volstrekt achtergehaald standpunt natuurlijk. Aankomende vrijdag komt Antoine Baudard langs en maken we de Company Voice of Holland bekend. De beste receptionisten van Nederland. Kijk op bnr.nl/Friday Move. De Friday Move is mede mogelijk gemaakt door DB Schenker Logistics en Enspire. Enspire is actief op social media met leuke en interessante blogs over technologie. Volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook. Enspire. Making technology matter. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Enspire en DB Schenker Logistics. Wereldwijde expertise, vertrouwd dichtbij. DB Schenker Logistics Nederland biedt u de beste oplossing over land, zee, door de lucht en in contractlogistics. Duurzaam, betrouwbaar en snel. DB Schenker Logistics. Voor elke vraag een oplossing. Kijk voor meer informatie op schenker.nl. Dit is BNR. En dit is Zaken doen met Frits Hoefnagel, vandaag vanuit de Boothouse in Almere. En wij gaan een kijkje nemen op de beurs. En dat doen we met Rafael Prins van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom, Rafael. UBS betaalt de op één na hoogste boete ooit.
Ja. Vertel. Ja, UBS was een van de spelers in die LIBOR-rentezaken in Engeland. Ja. Al die banken die hadden handjeklap gedaan, zelfs via de mail, van we houden hem lekker hoog of lekker laag. En UBS heeft geschikt 1,1 miljard 1,1 miljard euro's. Ja, ja. Zo. Ja, het is heel opmerkelijk. Het is een heel groot bedrag natuurlijk. Van wie krijgen ze die boete? Die boete krijgen ze van de Engelse waakhond. Hè. Zoals wij de AFM en Amerika heb je ook allemaal beurswaakhonden. Die krijgen ze daar in Engeland ook. Maar is dat dan een financiële meevaller voor de minister van Financiën van Engeland? Ik denk het wel, ja. Ja, het is ook natuurlijk een mooie manier om extra financiën binnen te krijgen. Ja. Wij in Nederland verkopen hele dure KPN-veilingen. En in Engeland gaan ze gewoon lekker schikken, denk ik. Ja. Je zou zeggen, nou, dat is dramatisch voor het aandeel. Dat zou ik ook denken. Ja, nee, het gaat 2% omhoog. Tuurlijk. Ja, ja. De markt bepaalt. Hè. Want de belegger die had gedacht dat de boete veel hoger zou zijn. Nee, ik denk dat het wel redelijk in de buurt van een miljard was geschat. Dus gaat dat het omhoog? Is ietsje hoger. Het geeft rust rond het hele aandeel. En vertrouwen in de bank is het allerbelangrijkste. Dat zegt de CEO ook. We hebben heel veel spijt hiervan en we betalen dit echt heel graag. Kijk, UBS... We betalen dit heel graag. Ja, ja zeker weten. Want het brengt wie natuurlijk... Wie dat gelooft mag de vinger opsteken. Ja, ja, ik geloof het wel. Want ze willen eigenlijk van die smet af. Hè. Ze willen vertrouwen herwinnen. Okay. En UBS verdient die miljard zo terug. Ik las vorige week dat UBS spaarders laat betalen voor het spaargeld bij UBS. Nou ja, hoe makkelijk verdien je je geld? Ja, dan moet je betalen als je je geld daar wil neerzetten. Ja, ja dat hadden we vorige week ook met Zwitserse banken. Ja, UBS is een Zwitserse bank. Hè? Ja, ja. Ja, 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 precies. Nou goed. Er valt nog geld te verdienen in Griekenland. Ja, feta-kaas. Nou, heel veel feta of heel veel olijven. Als je dat mixt, wordt het een cocktail. Nee, uiteindelijk, als je kijkt naar de obligatiekoers van de Griekse staatsleningen, die stonden eind juli nog op 16%. Rampkoers, niemand kreeg meer zijn geld zwaar terug. Gisteren kwam S&P, de rating, die heb met 6 stapjes verhoogd. Van D-rating naar B-min. Nou, dat is gigantisch. Normaal zetten ze 1 stapje omhoog of 1 omlaag. Nee, S&P dacht, ik zet hem gewoon 6 stapjes hoger. De koers van die obligaties, eind juli, wat ik al zei, 16%. Vandaag betaal je er 48% voor. En dan denk je van, ja, was het allemaal maar zo makkelijk. Je moet het natuurlijk maar durven, hè, obligaties kopen die praktisch failliet zijn. Nou, er is in Amerika een hedge fund geweest, dat heet Third Point. Het is geen kleine speler, maar die hebben dus in 3 maanden tijd een $500 miljard verdiend. Omdat ze zich helemaal vol geladen hebben met die Griekse staatsbondjes. Dus er zijn mensen die wel blij zijn met de situatie in Griekenland? Ja, zeker weten. Ja, ja. Zeker een Amerikaans hedge fund. Oké, dan nog even naar Duitsland, want het gaat goed in de bouw in Duitsland. Ja, ja, de IFO-cijfers kwamen uit. Die waren licht beter dan verwacht. Het is een onderzoek. Elke maand doen ze dat onder 7000 bedrijven in Duitsland. In allemaal verschillende sectoren. De detailhandel was wat minder positief. Maar wel opmerkelijk is dat de bouwsector in Duitsland erg positief was. En dat samen met de industrie. Nou, de Duitse industrie zit gewoon heel goed in elkaar. Dus dat is geen verrassing. Maar ja, de bouw is toch iets waar we in Nederland naar kijken. Van, oh, moeilijk, lastig. In Duitsland zijn ze dus een stuk positiever. Ook kijkende naar de komende 6 maanden. Ze zien daar de komende 6 maanden toch echt wel verbetering. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dat ze dat daar in de bouw verwachten, terwijl wij hier denken van, nou ja, voorlopig wordt het even helemaal niks in de bouw? Ja, het is moeilijk te voorspellen. Kijk, als je gewoon helemaal kijkt, hè, de Duitsers hebben voor de crisis al besloten om bijvoorbeeld loonmatiging door te voeren. Dus de lonen zijn daar in de afgelopen jaren niet meer gestegen. En daardoor is de concurrentiepositie verbeterd. Ook die huizenbubbel die een beetje in Nederland was ontstaan, die heb je in Duitsland niet zozeer. Als je kijkt naar het sentiment in Duitsland, is beter. Dus de inkomens stijgen nu ook weer. Dus dan is de bereidheid om weer wat meer geld uit te geven. En misschien ook wat te investeren in je huis veel groter. Ik hoorde maandag op BNR een bericht dat Nederlandse aannemers heel veel orders krijgen uit Duitsland. Nou ja, dat zegt toch eigenlijk al genoeg. Ja, dus ze kunnen het werk zelf niet aan. Nee, ze hebben ze ons toch nog een beetje nodig. Nou ja, dat is dan in ieder geval weer fijn. Fijn. Ja. Heel goed, dankjewel. Rafael Prins van Vintessa Vermogensbeheer. Tot 2 uur.
Zaken doen met. Ja, de BNR-tijd is 9 minuten voor 2. En tot en met 2 uur zitten we in de Boothouse in Almere. Waar ik verder praat met een volle tafel. Sander Berendsen en Edwin de Jong, beide eigenaar van een online shop. Olivier van Duin van Marktplaats. En Maurits Kaptein van het boek Digitale Verleiding. Ja, mooie praatjes. Distributieblunders, verkeerde stickers plakken. Het opzetten van een webwinkel gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Edwin, een fiets, dat is een vrij groot ding. Toch? Ja, klopt inderdaad. Al met al. Niet heel erg makkelijk verpakken. Nee, klopt inderdaad. Ook niet heel erg makkelijk versturen. Ja, ik heb... Nou, waar liep jij nou tegenaan toen je je eerste order binnenkreeg? Nou, in principe liep ik tegenaan dat ik het gewoon met normale pakketdienst deed. Kijk, je bent natuurlijk jong, je begint ergens aan, maar je hebt nog weinig netwerk, dus je weet niet waar je moet beginnen. Dan is het gewoon voor de hand liggend om gewoon met het normale pakketdienst te versturen. Was het niet handiger geweest om gewoon dat ding... Gewoon zelf fietsend te gaan brengen? Ja. Want je woont zelf in Hillegom? Ja, ik woon zelf in Hillegom. Dat kan als je 1 fiets hebt. En als je in de buurt een fietsje verkoopt, kan dat. Maar niet als je door heel Nederland zaken doet. Want dat is natuurlijk op internet van toepassing. En dus wat dat betreft is dat geen optie. Wat ik nu aan mijn concept toegevoegd is... Ik zag inderdaad dat er veel problemen waren met de levering. En om kosten te besparen heb ik zelf gewoon geen fietsen op voorraad. Ik heb nauwe banden met leveranciers. En ik haal elke dag mijn fietsen eraf. Ik heb nu een distributeur, een vervoerder. En die rijdt elke dag langs mijn leveranciers om de bestellingen af te halen. En zodoende kunnen ze de volgende dag uitleveren. Dus op die manier hou ik me ook mijn kosten laag. En wordt het transport gewoon goed geregeld. Oké, en daar heeft PostNL het dus laten liggen dan? PostNL het inderdaad laten liggen, ja. Ja. Olivier, vind je het een verstandige zet om het afleveren zelf te gaan doen? Nou ja, het is maar net wat goed voor je werkt. Kijk, beide heren hebben hun basiszaken heel goed voor elkaar. Volgens mij heeft Sander een andere manier om af te leveren. Maar het maakt eigenlijk niet uit wat je doet als het maar goed en op tijd is. En ik denk dat jij voor jou de beste manier hebt gevonden op dit moment. Dus ik kan niet zeggen ja of nee. Ik denk dat het in zijn geval het beste is. Ja. Sander, jij merkte een zekere luiheid bij je consumenten. Nou, natuurlijk, de klant is lui. Of ja, is gedeeltelijk lui, want het is gemak. Waarom bestelt iemand op internet? Ik wil het gewoon thuis in. Ik heb geen zin om naar die winkel te gaan op de hoek. Of naar de stad. Ik bestel het lekker via internet. Ja. Om 9 uur 's avonds met een biertje erbij. Ga ik lekker bestellen op het internet. Nou, noem mij dan eens 2 dingen die bezoeker van jouw site absoluut niet wil tegenkomen. Wat wil hij niet tegenkomen? Een hele lange check-out fase. Een proces wat ontzettend lang doet. Eerst een account aanmaken. Dan rare gegevens moeten invullen. Een geboortedatum ook nog een keertje invullen. Zoveel rare gegevens wie soms sommige winkeliers soms vragen voordat iemand een bestelling kan plaatsen. Ja, en met rare gegevens bedoel je dat gegevens waarvan je eigenlijk afvraagt, wat maakt het uit? Ik wil gewoon die gadget hebben. Maar die geboortedatum die kan door een winkelier alweer worden gebruikt voor een creditcheck. Dus achter de schermen worden even jouw gegevens nagetrokken over jouw liquiditeit bijvoorbeeld, als je achteraf wil betalen. Dat zijn allemaal, die gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Dat weet de consument vaak niet, maar die zijn wel voor de webwinkelier zeg maar essentieel. Dat hoeft bij ons niet. Eventueel als je achteraf wil betalen, ja, dan hebben wij die gegevens nodig voor die creditcheck. Logisch. Ja. Wat kan bij ons ook? Mensen kunnen het ook bij ons afhalen in afvalpunten. Bijvoorbeeld bij de snelweg. Want mensen bestellen wel via het internet, maar zijn vervolgens niet thuis. En dan komt DHL een paar keer langs. Ja, maar meneer is steeds niet thuis. Waar moeten ze dan achter afleveren? Dan krijg je dat probleem weer. Hè? Daar denkt de consument niet vaak aan, maar daar liepen wij wel tegenaan. En dat proces zijn we nou mee bezig. Daar hebben we nou een nieuw plugin voor ontwikkeld. Een locatieselectiemodule met DHL, in samenwerking met DHL. En dan kunnen klanten dus aangeven, oh, ik moet naar het werk, dan kom ik altijd bij de snelweg langs het benzinestation. Daar zit een DHL-point. Kan ik het daar afhalen? Ja, dat kan. En dan kunnen ze dat dus aangeven. Dat is dus ook weer een gemak wat wij gaan bieden. Maar merk jij nou dat mensen daar ook echt op letten, dat op het moment dat ze een site bezoeken, dat voordat ze gaan kopen, dat ze eerst kijken van, hey, hoe makkelijk wordt het mij gemaakt? Nou, ik weet niet of ze erop letten voordat ze gaan kopen, maar wat je ziet is dat nog steeds echt heel veel mensen afhaken in het koopproces. Dus dat het wel degelijk zo is. Eigenlijk. Ja, die haken af en daar heb je toch ook niks aan. Die klant heb je niets aan. Kijk, je wil het checkoutproces wil je zo vereenvoudigen door die afhakende bezoekers tegen te gaan. Die wil je minimaliseren, dat proces. Ja, die bezoekers.
Dus als jouw check-out zo perfect mogelijk is, ja, dan haakt er dus eigenlijk niemand af. Dus dan converteert jouw shop ja, ontzettend goed. Hele andere vraag. Andere vraag. Hoeveel verkopen jullie inmiddels mobiel? Mobiel is een groeiende markt. We hebben ook geëxperimenteerd vorig jaar. Hebben wij een mobiele site gehad. Mm-hmm. Waarom zijn we daarmee gestopt? Ja, omdat je nog niet kan betalen mobiel. Ja, alleen PayPal. Met PayPal kun je mobiel betalen. En dan ING is er nou mee aan het experimenteren via iDeal. Maar dan bijna iedereen in Nederland betaalt via iDeal. En dat is momenteel nog niet te doen. En via ING is er dan mee bezig. Maar de andere banken die hebben ook nog steeds die random readen. Dus heb jij op je mobiel, als jij bij het bushokje zit en je wilt even een hoesje bij SP Supply bestellen. En dan heb je meestal niet die random readen bij je. Dus daar zit je tegen een probleem. Hoe betaal ik? Okay. En daar, mobiel commerce, m-commerce afgekort. Dat is gewoon een probleem momenteel van m-commerce. Want daar is bijna geen oplossing voor. Ja, PayPal, oké, dat is een mogelijkheid. Maar niet iedereen in Nederland gebruikt PayPal. Dus jullie zeggen eigenlijk, de banken maken het nog steeds te ingewikkeld. Ik denk dat bij Sander wel van toepassing is dat je in het bushokje staat en wel wat wil bestellen. Ik denk dat het in mijn branche anders ligt. En ik ga vertellen waarom. Als je zo op die bus zit te wachten, denk je, ja, had ik nou maar een fiets. Ja, het leuke is dat mensen gewoon echt even over nadenken welke fiets ze willen. Ze gaan met hun dochtertje even voor de computer zitten. Oh, en dan zeggen ze, mama, die wil ik. En dan kopen ze hem. En dat is natuurlijk anders dan bij Sander, dat je een oplader nodig hebt, dat je een kwijt bent en snel wil bestellen. Dus ik geef Sander inderdaad gelijk dat het mobiele wordt belangrijk. Alleen, ja, de banken, als je niet kan betalen, ja, wat is dan, hoe belangrijk is het dan voor de webwinkeliers zelf? Maar in mijn branche is het daar niet van toepassing. Ja, wordt het allemaal makkelijker, Olivier? Het wordt sowieso makkelijker, maar ik zou een klein advies aan de heren. Onderschat het niet. Het gaat al veel sneller dan je denkt. Op Marktplaats is al 30% van het verkeer überhaupt mobiel. En dat geldt ook voor andere handelsplaatsen en andere plekken waar je producten aanbiedt. Dus al heb je nog niet je betaalmodule gereed, dan zou ik toch kijken of je al een vorm van je site al live hebt staan mobiel. Zeker bezig. Want ja, kijk, de ontwikkeling, dat kan gewoon. We zijn aan het ontwikkelen. Dus als de banken zover zijn, en dat hoop ik. Ja, ik doe een oproep aan de banken. Ga zo snel mogelijk met een mobiele iDeal aan de gang. Ja, ze luisteren zeker. Ja, dus ik hoop dat het moet echt nu voor, want dat dan kunnen nu we voor nog elkaar komen. Heren, ik ga u allemaal bedanken. Sander Berendsen van sbsupply.nl. Edwin de Jong van fietsuniek.nl. Olivier van Duin van Marktplaats. En uiteraard Maurits, kapitein van het boek Digitale Verleiding. Morgen, dan doen we weer zaken. Dan doet Diana Matroos namelijk zaken vanuit Amsterdam in Stanislavski op het Leidseplein. En zij doet dat dan samen met Ben van den Burg. En zij gaan dan zaken doen met Alexander Ribbink. En hij is van Prime Ventures. En dat is een grote investeringsmaatschappij. Hier op BNR gaat Mark Beekhuis verder met de nieuwsupdate. Tot morgen. Zaken doen met wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung Mobile, Otto Workforce en Exact. Medioconsult. Tom van der Spek. Vanmiddag is het sterk nevelig en nog meest bewolkt, met hooguit een spaarzame opklaring in het zuidoosten. Bij een langzaam aantrekkende wind uit oost tot zuidoosten wordt het 5 tot 7 graden.